Hallo, blij dat je terug afstemt op deze video. We staan hier aan de inkomhal van de Fotodays, de driedaagse beurs in Brussel voor fotografen en videografen. Ik ben benieuwd wat we hier kunnen vinden in deze snoepenwinkel voor volwassenen. Laten we samen even op ontdekking gaan. Kom je mee? Hallo. Zo zie je, eindelijk nog eens leuk om hier op een beurs rond te lopen. Het is mijn allereerste keer dat ik op een beurs kom, maar er zijn hier workshops worden gegeven en je ziet hier ook modellen. En dat is toch een keer leuk. Het is iets wat anders dan in een bos te gaan fotograferen of een landschap. Je kan je camera eens op een andere manier gaan gebruiken met wat oogdetectie op mijn nieuwe camera. Is fantastisch. Ik hoop dat de foto's wat geworden zijn. Maar nu ga ik nog een beetje rondstappen en kijken. De creditcard heb ik maar thuis gelaten, want de verleiding zou anders te groot zijn om nog wel weer spullen te gaan kopen. Want dit is reeds een zachte lichtblokker, een softbox in. Je zou het graag van dit zacht konden meegeven, maar naar de lichtblok zelf.
d'ambiance. On parle du petit petit. Dan neem ik afscheid van je van de foto deze. Het was een boeiende namiddag, een drukke namiddag. Heel wat modellen kunnen trekken. Dat is toch heel een verandering voor een landschaps- of bosfotograaf zoals ik. Ik hoop dat de foto's wat geworden zijn. Ik heb leuke workshops kunnen volgen. Onder andere de autofocus systemen van de systeemcamera's van Canon. Heel wat bijgeleerd, want misschien weet je het nog niet. Maar ik heb een nieuwe systeemcamera van Canon gekocht, de R7. Maar ik vertel je er later wel zeker meer over. En dat is toch een hele aanpassing als je van een spiegelreflexcamera komt. Maar zoals gezegd, meer van dat. Dus als je een fotograaf bent en je bent geïnteresseerd om mee te gaan in mijn creatieve reis in fotografie, dan weet je wat je kan doen. Hier rechts onderaan abonneren, op de notificatiebel smashen, dan weet je wanneer ik een nieuwe video heb gepost. En ik zeg zoals altijd, bye for now!